mijn god. Oké, okay, ik heb mijn research table. Ik open hem. Beehives kunnen we maken. Het is net als Minecraft. Oh my god. Don, luister. Kom dichterbij. Nee. Hi, hi, hi. Don, I'm dying. I'm dying, Don. Het laatste woord is... Gaan we nu... Ja. Oh, je bent echt volledig neer. Weet ik niet. Ja, ik kan je carryen. Find a bed. Kut, we hebben een bed nodig. Maak een bed voor me, Dom. Ja, daar heb ik 3 nails voor nodig. Ik heb nails in mijn inventory. Kut. Ja, en ik heb tering veel palm leaves nodig. Ja, ik kan op surrender en respawn drukken, maar dan ben ik bang dat ik alles kwijt ben. Ja, fuck it. Anders tegen de tijd... Ik ben alles kwijt. Kut. Oh, zonde. Is het dan windstil? Er gebeurt geen reet. Wat gebeurt als ik het ding uitklap? Welke kant wil de boot ons heen brengen? Geen idee. Gewoon rechtdoor. I don't know. We gaan de andere kant op. Zie je dat? Onze boot is gewoon helemaal 180 graden gedraaid. Nice. Uiteindelijk, de netjes worden dus nog wel gebruikt, maar... Oké, we moeten dan even een small storage hebben. Heb jij? En jij hebt ook geen 1 scrap natuurlijk. Ik heb helemaal niks meer. Ik heb ook geen haakje meer. Wat? Ook geen haak? Nope. Godver. Geef maar eens een haakje, gast. Ja, ik maak even een haak. Hey, dankjewel. Top. Ja, nu, want nu ben ik stervende. Maar anders geef ik jou gewoon al mijn spullen. Hier. Ja. En dan sterf ik gewoon. Die. Ja. Dan heb jij de speer ook, hè. Dan moet jij de haaien afbeunen. Is goed. I will take this duty. En zodra ik HP verlies, dan drop ik gewoon mijn speer. Is al klaar? Het goede? Wat? Ze lijken bijna klaar. Ik wil nails maken. Meeuw! Get out of here. Zijn nog allemaal heel top. Kom je bij dit ton? Goed is wel. Ja. I've got it. Oh, top. Kan ik nails maken? Dan gaan we voor zo'n... Oké, ik moet nog 6 palm leaves hebben. Nee, ik drop mijn spullen, want ik heb het gevoel... als ik honger heb, dan... ben je dan instant dood? Of gaat het langzaam? Je gaat eerst je HP nog kwijtraken. Maar, Donk, goed nieuws. Look, over there. It's a bed. Kijk hoe Oh, wat comfortabel. Heel poch. Maak ook een... Oh, harvesten. Ik heb ook weer nieuwe zaadjes. Nice. Plaatsen. Hai. Nou, blijf van dit ding af. Dit is belangrijk. Nasteken. Nasteken die handel. Heb ik nog iets om te researchen? Vast niet. Oh, daar is ook land, hè? Huh? Oh, er zijn meerdere landen. Ik ga gewoon naar die grotere. Hai, stinkop. Ga je steken. Komen we dichterbij? Lijkt toch van niet eigenlijk. Oké, ik heb nog een kwart HP. Hier, neem mijn spullen nog even. Ook doen. Alvast gecondoleerd. Thank you. Dit is misschien wel beter. Dan kan iemand gewoon al die shit maken. Ja. En hoef je eigenlijk maar 1 persoon elke keer te voeden. Uiteindelijk, weet je, zijn we raak genoeg. Dan hoeven we allemaal niet meer te sterven. Ik drop mijn haken en spring gewoon te water. Doodle! Hij wist niet hoe snel die bij hem moest komen, joh. Echt hoor. Surrender and respawn. Hey! Welcome back. Hallo! Oké, mag ik mijn haak weer terug? Oh ja, hier, ik had ook een bouwhamertje even meteen. Jouw dingetje. Fresh water, oppakken, lekker opdrinken. Gaan we naar dat eilandje links? Ik wilde daarheen gaan, maar de stroming hielp niet lekker mee. Dus ik heb me opgegeven. Ja, maar we hebben een zeil. Ja, maar ik deed het al, maar... Oké, we gaan er wel heen. Ja, want ja, die netten worden nu ook gewoon niet gebruikt. We gaan er gewoon heen nu. Oké. Dan heb ik het idee. Het is heel lastig te zien zo in het donker. Echt vrij weinig. Dat is waar. Oh. Kijk eens bij je crafting dingetjes. En dan bij dat zeil, die onderste. Dan heb je een streamer. Useful for knowing which way is forward. Ah, we hebben 3 nageltjes voor nodig. Ik moet 1 scrapje hebben, dan kan ik dat maken. En een paddle is ook handig. Ook, ja. Ik heb een paddle gemaakt. Ik bepalen welke kant. Ik ga paddelen. Dan doe ik dat zeil wel even in. I'm paddling right good. Right now. Ah, paddle's all dream. Hij gaat wel snel kapot, dit ding. Maar dat was ook wel goedkoop. Als je hem naar dit eiland toe doet, gaat hij dan niet sneller. Ja, we gaan wel lekker. We komen er wel. Duurt alleen even. Succes. Oh, de haai kwam echt... Wauw. Dat ding, jongen. Hij is bliksemsnel. Bliksem. Wat zijn dit mango's? Mango? Waarom kan ik die niet pakken? Weet niet. Ja, ik denk dat we al willen we... Hoe heet het? Die waardevolle shit. Ja, dan moeten we onder water. Maar daar hebben we die shark bait voor nodig. Oh, ik heb nog 2 watermelons. Dan moeten we een visengel gaan maken. Ja, dat is echt nodig. Oh, paddels kapot. Perfectly tamed. Lekker bezig. Okay.
Oh. Plaats ik nog even een watermelon. Watermelon. Oh, ja, wil jij een watermelon? Nou. Ik een watermelon. Ja, meeuw, meeuw, meeuw. Oh, waar? Daar. Hij was al weg, You how dare he. Ik heb nog even een extra pijltje gemaakt. Hebben we gewoon stenen? Kan ik ook geen stenen tegen? Ja, dat ligt onder water, toch ook? Zal ik even een seconde kijken? Hier, wacht. Neem jij peddel? Dat je even hier kan blijven peddelen? Oké. Okay. Oh, shit. Mijn beeld. Ik zie gewoon geen stenen. Dit is het koraal. Oh, ik zie gewoon metal. En koper. Nice. Okay. Meeuw. Good beast. Pak hem. Needs fresh water. Ja, ik heb die... Ik kan geen cup maken. Ik heb meer plastic nodig. Dan maak ik het zo eventjes. Dit is... Oh, metal ore. Oké. De haai komt nu niet naar me toe. Dus dat is echt wat chill. Ik heb even vrij spel. Wel lekker. Is het een steen? Is dit steen? Het is klei. Is dit steen? Dit moet wel steen zijn, toch? Ja! Ik heb steen gevonden. Toppie. Nice. Ik krijg heel veel te looten hier. Dus ik ga even mijn tijd hier pakken. Ik vol met stenen, met scrap, met metal, met koper. Dus ik voel hier even de droom. Oh, ik ga sterven. Oxygen. Au. Oké, haaitjes bij mij. Ik ga even aan land. Oeh. Kom op. Oké, ik ga niet meer verder looten. Want hij heeft nu weer agro op mij. Dat voel ik niet. Ik heb in ieder geval genoeg om een anker te maken. En allemaal andere zooi. Dus ik kom weer naar jou toe. Nice. Als dat me lukt. Ik ben best dichtbij, dus. Het is een kleine sprong die je moet maken. Oh. Hoppa. Lekker. Oké. De wind komt daar vandaan. Oké, dus dan moeten we eigenlijk gewoon wind mee. Wacht. Iets draaien. Actieve zeil werkt zo lastig aan toe. Zo. Nu hebben we volle wind mee. Yes. Gaat snel. Ik kon iemand boor. Ik durf me aan dit. Hi. Wat? Hi. Ja. En de bed is weg. Oh my god. Waarom gaat iemand nu boren? Terwijl ik aan het videogamen ben. Gast. Ja, gast. Oh, cringe. Het kan erger. Er zijn weinig spullen. Het is alsof het bed heel duur was of zo. Nou, een beetje heel duur. Ja, dat weet ik. Er is echt geen kutte materialen hier. Wat kloten. Mm-hmm. Ik kan een small storage maken voor nu. Zet ik anders wel eventjes hier in dit hoekje. Niet in een hoek. Oké. Zet hem maar iets meer in het midden. Zeg maar naast het vuur of zo. Yeah. Anders gaat die haai weer zeg maar zijn hoek afbijten. En dan, dat is waar. Kijk of ik seaweed kan researchen. Ja, top. Kan ik. Ik heb er niet heel veel aan gehad. Maar ook kan ik eigenlijk flippers mee maken. Oké. Kan ik dit researchen? Nee. Kan ik dit researchen? Nee. Oké. Kan ik klei researchen? Ja, dat kan ik zeker. En dan kunnen we een klei pool maken. Is dat niet het eiland waar we net vandaan kwamen? Ja, maar we staan zo'n beetje stil. Ook al hebben we de wind mee. Nee, zelfs staat de kant op, hè? Nee. Het is wel goed. Nee. Wat? Nee, huh? Kijk dan. Oh, ja, als zo. Ja, de wind van die kant. Ja, oké, je hebt gelijk, ja. Ik was er net ook mee in de war. Dus ik dacht van, we staan stil of zo. Maar waarom staan we wel stil? Zo gek. Ja, nee, maar je ziet hier aan het witte aan de achterkant dat we wel, zeg maar, vooruit gaan. Oh, ja, oké. Is dat een vlot of een... Oeh, groot eiland. Waar? Een beetje recht voor ons. Oh, ik zie een boompie. Oké, top. Gaan we daarheen. Heb je dat ook niet? Haal je dat schip in de, of dat eiland aan de zijkant van je scherm? Dat je hem dan echt veel beter ziet? Ja. Dan minder mist, ja. Dan zie ik het bijna volledig, joh. Oeh, het is echt een gigantisch eiland. Wat hebben we nog voor dat anker? Dat konden we bijna maken. Daar heb ik nog 3 ropes voor nodig. Dan heb ik een ankertje gemaakt. En die moeten wel aan de zijkant, zover ik weet. Zetten voor nu. Ik kan hem roteren. Ja, is niet de perfecte plek, maar voor nu is het wel prima. Ik kan een pick-up. Oh. Ik heb hem al vastgepakt. Oké, ik moet even... Oh, kan ik hem niet gewoon weer terug neerzetten? Oh, shit. Kut. Ik heb het anker neergegooid. Shit. Oh, en het is een one-time anker. Ah, kut. Kut. Ik drukte per ongeluk op even pick-up. Dat wilde ik helemaal niet. Oké, doe je anker. Ik heb drinken en eten nodig, maar ik heb nog geen genoeg plastic voor een beker. Ik heb volledig eten nodig. Ik ga mijn spulletje even hierin gooien, want ik ga dood. Nice. Hier, neem maar een andere spullen dan. Nou, leg ze anders in de kist. Ja, de kist is vol. Ik had te veel spullen. Nou, dan ga ik alvast committen aan het eiland, want ik ga het toch niet halen. Hi, we zijn zo high. Kan ik niet gewoon die in een nette, kan ik die niet remove en dan ergens anders plaatsen? Als je removed, gaan ze echt weg. Oh, en ik ben hier.
Hey, ik ben weer terug. Boys. Hier, neem je speer en een klein beetje dingetjes. Dank je. Of moet ik even een haak voor je maken? Nee, ik heb nog een haakje. Ja, ik heb een dingetje gegooid. We gaan niet echt perfect naar het eiland toe. Nog meer draaien. Tering hard dorst. Goed, ik val ook van het ding af. Kom op. Dankjewel. Ik denk dat ik daarheen kan committen. Hoppa. Daar gaan we. Oh. Oh, ik ben... Oh, maar P-Zolo. Waar is maar P-Zolo? Misschien net bij gespawnd. Ja, je spawnt met laag HP. Eén tik en ik was dood. Was er allemaal spullen kwijt. Is het eiland boeiend? Echt sharkbait nodig houden. Want bovenop het eiland is niks. Oh, ik heb pineapple. Ik heb nog een pineapple. Paddel een beetje naar je toe. Ik zie ook watermeloentjes. Ga ik even pakken. Kut meel. Pak de meel. Even kijken. Voor de rest zit hier niet heel veel bijzonders, denk ik. Nou, alleen of er nog bloemen. Ik heb ook een klein beetje. Misschien zit hier nog wat stenen of zo. Hier kan ik het wel veilig pakken. Nee, het is ook te donker nu. Ik kan nu ook niet zien. Kijk, waar ben jij? Je bent nog best wel ver. Heb je een paddel? Ja, ik paddel wel naar je toe. Oké, hoef ik het in ieder geval niet te riskeren. Want één happie ben ik dood. Ja, hoe komt het dat we zo weinig eten tegenkomen, man? Maar echt waardeloos. Ik kan me niet herinneren dat dit echt een probleem was voorheen. Waarschijnlijk omdat we er elke keer... We moeten gewoon die fishing rod moeten maken. Ja, nou ik ga gewoon vissen. Dat is gewoon koken. Even prioriteit. Ja. Kan je springen? Want ik kom niet echt dichterbij. Is goed. Oh. Ah, made it. Ja, oké. Ik heb 1 staartje eruit. En 2 watermelons. Dus ik geef er 1 aan jou. Ik heb ook nog wat watermelons. Maar ik haal het wel bij me. Even kijken. Ik heb ook nog wat zaadjes. Laat ik die zaadjes even in de kist gooien. Poppy heeft wel veel een ding water gegeven. Niet fresh water. Als we fresh water hebben, gaan we dat geven. Een visengel. Hoe maken we die? We hebben 8 rope nodig. Ik heb er 6 nu. Oké, dan hebben we wat palmblaadjes hebben. Dan kunnen we een fishing rod maken. Ga er gewoon voor. Ik wil die ton hebben. Ik heb hem. Auw. I hope I do not die. Because then I made mistake. Oh! I did not make mistake. I'm the biggest, the brains of them all. Even kijken, heb ik een rope van gekregen? Hoeveel ropes heb je al? 6. Oké, dan heb je hier 7. Achter je. Of je nog maar eentje te hebben, dan kan je een visengel maken. Ik heb dringend honger. Wil je een watermelontje voor me hebben? Ja, kan. Ja, dat is echt een klein beetje. Ja, dat is minstens iets. Take my watermelon. Thank you. Oh, ik heb genoeg als het goed is. Nice. Craft. Yeah, baby. You got fish angle? I'm gonna fish. Ik weet alleen niet meer hoe het werkt. Ook heel makkelijk. Nee. Stik. Ja. Netje bijna kapot. Ik heb vis. Ik plaats hem. Het is een kleintje. Oh. Ik ga gewoon tering veel vissen nu. Gewoon dat we ons eten even op orde hebben. Ja, dat is wel een goeie. Is ook maar niet bederfd. Zou ik wat chill zijn. Kom ik nog bij die barrel daar? Natuurlijk niet veel te ver. Ik heb eerst de vis hier. Kijk eens lekker. Ik heb nog zo'n handje zo. Kijk eens. Smikkelen maar. Nou, geef in ieder geval wat meer dan, weet je dat, een watermeloen. Een biet, ja. Oh, dat sowieso. Nou, dat komt wel helemaal goed. Ik heb wel een bietje nog op vuur gelegd. Ik weet niet hoe erg jij zit met eten. Ja, ik grens nu tegen die laatste balk aan. Okay. Maar ik heb echt 4 vissen nu, dus... Okay, ik ben namelijk half qua eten nu, dus dat is prima. Oh, nice. I can survive a little. Oh, shit, ik heb een katvis. Oh, dit does not fit here. Heb je dan grotere koeken nou, zeker? Waarschijnlijk wel. Ik heb de biet heb ik... opgepeuzeld. Oeh, peuzel. Ik ben benieuwd wanneer je al die dieren gaat tegenkomen. Dat worden wel een beetje dieren? Mee. Ja, want je kan een dierennet maken en zo. Ik denk dat je ook een koe kan vangen. Omdat je dus kan melken. Of een ander diertje kan melken. En bijen. Bijen sowieso. Ik krijg wel een Maya. Vlotje. Ja, zet het ding er maar naartoe. Eindelijk als eerste vlotje. Zo zitten we bouten bij. Zo, die vis was lekker, man. Nou, lekker visie. Oh, heerlijk. Altijd al willen hebben. Vis in mijn keelpijp. Goh. Hoe ver is je visengel met kapot gaan? Ik ken hem denk ik nog 2 of 3 keer. Nee, hij is nu stuk. Ik ga even een stone axe maken. Als ik op een nieuw eiland zit, ook even boompjes weg gaan halen. Meeuw. Waar? Waar? There is. Oh, de raft missen we bijna. Hold up. Laat ik even plank. Oké, top. Goed dat je bijstuurt. Kom er dichtbij. Ook de 3 tonnetjes daar, gast. Ja, daar ga ik gelijk naartoe sturen daarna. Oké. Ik zie het kissie. Enhance.